Test, test, test. Yo, dit zou het moeten verhelpen. Dus even kijken. Kunnen jullie me allemaal horen? Denk eens even. Can you guys hear me? Yo. Nou, zorg allemaal voor de mute. we gaan beginnen. Althans, het gaat nou zo beginnen. Over een kwartiertje zo te zien. Dus waarom dat ze dit al ingezet hebben, weet ik niet. Maar we zien het vanzelf wel. Zo. De livestream begint over een aantal minuten. Kwart voor 11, als alles goed is, zal de livestream beginnen. En voor de mensen die me liever in Engels horen praten, typ dat in de chat even, zodat we dat kunnen. Kunnen gaan fixen. Even kijken. Ja, de livestream is al gaande. Even groter zetten. Zoals je kunt zien, de tijd staat er ook al. Ik heb de audio nog even gemute van de livestream zelf, maar dat zullen we daar ook wel fixen. Even kijken. En dus mijn vraag aan iedereen: waar hopen jullie voor? Wat voor games er allemaal zouden komen? Ik hoop sowieso voor een aantal shadow drops, dat is altijd wel nice. Test. Ik weet niet of jullie me in de stream kunnen horen trouwens, maar praat eens. Geen idee. Ja, die YouTube dingen, ja. Cool. Nee, dat is mijn eerste, trouwens, mijn eerste livestream voor dingen. Voor
weet het, voor van die live events die ze wel eens doen. Dus ik dacht, ga eens proberen, ik moet dat ding toch kijken. Dus wie weet. Cool, hè? Had je lang kunnen doen, maar... Maar ik moet eens even testen of ik... Nee, ik denk het niet. Ik denk... Ook niet mijn stem? Ook niet? Dat heb ik net gefixt als alles goed is. Zeker? Wacht. Test, test. Jawel, het geluid staat wel goed aan. Klopt er iets niet bij jou, denk ik. Het enige wat ik nog moet doen is dadelijk jullie ook schenken. Want ik kan jullie, als ik daar ga streamen, of ik moet daar even de dingen uitgaan. Nou, over 5 minuten. Dan begint de live dingen. Ja, maar als ik praat moet je wel wat horen, want dat is echt raar, want ik heb net getest bij mijn eigen en ik hoor mijn eigen wel gewoon. Zoals op mijn mobiel test, kijk of het daar... Weet je zeker, het enige soort? Ik zal eens even testen. Maar... Kijk of het daar... Ja, daar werkt het ook, dus het zal wel toch bij jou liggen. Maar nog 5 minuten en dan... Round the 4 minutes, MZ. You can see it right now on the screen. Yeah. Ja, dat komt omdat, weet het, er zit een kleine delay in ook waarschijnlijk. Sowieso vanwege Discord, want je hoort me nou direct, maar... Als for the people that don't know, I'm talking with a bunch of guys in Discord, so that's why you hear me speak right now. Maar dat is ja. Ik weet niet of die allemaal Engels zijn, ja of nee, maar het zal wel mij liggen. Ik denk het wel. So, do you guys want to keep the screen on the timer, or can I switch to do another one real quick to test? Wait, I'm gonna do something real quick to test it. Let's see. Ik heb geen idee. Dat werkt volgens mij allemaal als het goed is. Ja. Okay. Oh nee, oh nee. Oh nee. Cool toch? Ik weet niet of jullie dadelijk ook in de voice komen dingen. Anders moet ik even Discord lieven straks als het te erg wordt. Of in ieder geval zachter zetten. Niet dat ik het wil dat jullie meepraten, maar. Er zit trouwens ook een kleine delay in voor jullie in Discord. Dus. 20 seconden of zoiets, volgens mij zei ze. I'm gonna switch for the guys that only speak English or can understand English. I'm gonna switch sometimes between Dutch and English, so it's not that. Yeah. Well, hoor die. Door de koptelefoon of zo. Lol.
Onder rules en info vind je alle info, you know. Wie weet, het wordt nooit niks. Het zal wel mijn beste livestream aller tijden worden, dit niets. Ja. Ja, maar ik... Oh, wow, het begint. Ik moet even... Yo, it's gonna... Check even of het wat te hard staat, trouwens. En of jullie mijn stem er ook nog goed overheen kunnen horen. Test. Can you guys all hear me and the audio good enough? Please type in the chat so I know if it's okay. Well, what are we waiting for? I'm gonna shout test real quick a few times. Test. Kunnen jullie even kijken trouwens die in de Discord dingen zitten? Of het werkt? Goed dat ze geen mocap hebben gebruikt daarvoor, what the fuck. Ja, weet ik. Want ik moest even heel even mezelf doof maken. Ze horen jullie trouwens ook waarschijnlijk. Ja, nee, ik hoor dat ze net op de achtergrond is. Maar is het erg of niet? Nee, niet zo erg. Maar kunnen jullie trouwens mijn mic ook goed horen? Ja. En de audio? Ja, is het gewoon allemaal goed? Want daar zat ik me te zacht staan namelijk. Welcome to our offices in beautiful Hamburg, Germany. Hey, Drikus. Yo. Our team is currently working from home. So, for all that are watching that are not speaking Dutch, you can probably hear some guys in the Discord, so that annoys you. Over the course of this time, our studio has created a long list of original games. Zal toch met twee zijn of zo? Like Edna and Harvey, The Whispered World and the Deponia series, to the tactical series. The interactive adaptation of Ken Follett's Pillars of the Earth. We are very proud of our work, all the critical acclaim and awards that we have received over the years. And most of all, the fantastic support of our fans worldwide. 2 years ago, we first announced that we will enter the world of Middle-earth. Yeah. With our new action-adventure, The Lord of the Rings, Gollum. Our goal is to take this... Nee, gaan ze echt Gollum maken? Nee, echt serieus. Ze gaan The Lord of the Rings maken. Oh nee. Ja. Wonderful work of J.R.R. Tolkien. Ja. In 2022, I'm very excited to give you a first sneak peek of this showcase. Oh. Of is het gewoon een comic? Nee, dat kan toch niet? Wacht, zit hem? Nee. Our direction as a publisher. We understand developers and what matters most to them. Yeah, my precious, you know. The teams we work with always have creative control over their games. As we try to do our best to help them realize their vision. Oh, fuck, hold myself naked. We are always looking for fresh, innovative new experiences. Oh no, shut the fuck up, guys. We're listening to the... Rachel Foster, or challenge their strategic ability. Oh, this is it. Oh, for this, yeah. Blades of the Shogun. Oh, God, nee, echt serieus? Or connect players all over the world in fast... Wat hoor je niet? ...multiplayer action, like Barotrauma, Witcher, or Unraved. Nee, volgens mij gaat het een tactical RPG-achtig iets worden. Zo lijkt het in ieder geval heel raar.
Of oh nee, of het gaat over wat anders nou. Zou kunnen. Ja, dat is iemand niet wat oudere spellen blijkbaar. And surprises along the way. One of the most beloved games, Shadow Tactics, from Mimimi Games is celebrating its 5-year anniversary this December. Shadow Tactics took players to Japan during the Edo period. With a group of 5 skilled specialists. Ik kan er echt zo niet in komen in dat soort games, hè, zoals Shadow Tactics. That reinvigorated the hardcore tactical stealth genre. We're happy to announce our plans to return to Japan later this year. Take a look. We gaan ze een deel 2 maken? Nee, gaat die deel 2 Sea of Thieves maken? Nee, Shadow Tactics. Shadow, wat is Shadow Tactics dan eigenlijk? Zie je zo wel. Wat je nu beeld ziet, dat is Shadow Tactics. Aiko's Choice is a standalone expansion for Shadow Tactics Blades of the Shogun, coming late in 2021. And you can wishlist it now on Steam. Nee, ik ben gewoon helemaal From the beauty of Japan, we now head to the bottom of the ocean. Nee, als hij wat zegt, het is later. Ja, maar dat vond dat was meestal. Het is niet gelijk dat je... Ja, ik kon het ook, weet het, dat er geen vertraging in zat, maar dan was de videokwaliteit ging dan achteruit, zei ze. Dus ik durfde dat niet te doen. Maar gewoon vertraagd dan. Wat de f... Oei, hè? Oh, ze hebben volgens mij gewoon een dikke delay opgebracht, volgens mij net. Iedereen moet even call komen. Iedereen moet je livestream kijken. Ja, maar dan moet ik er dagen hebben, dat wordt fucking iedereen voor die gastjes die niet in de call zitten. Geld. Goedenavond, heren. Hey Wesley, daar kan je voor geband worden voor die taal, hè? Nee, grapje. Sorry. Niet huilen, niet huilen. I am visually confusion. Wie praat er nou eigenlijk? Wesley. Trashpanda. Jouw mic is in één keer heel wat naar achteren gegaan. Fuck. Zijn armen worden afgebeten hier. Nee, ik praat gewoon niet zo hard. Ik heb een armstand, Quincy. Volgens mij heb ik trouwens ook een hele hoop mensen volgens mij net binnen gehaald die Engels aan het praten waren. Die kwamen volgens mij vanwege die tags die ik in mijn video had gekleurd. No kills on Call of Duty. Oeh, wel een Black Ops. Ja, wel een beetje van wat? Kom een potje Modern Warfare doen. Nee, Modern Warfare zuigt. Nee, Sea of Thieves. Ik ben nu die livestream aan het doen, dus dat gaat niet lukken vandaag. Ja, rot op met die livestream. Zeg gewoon, we gaan wat anders doen. Nee. My name is Maciej, I'm the lead developer of Dark Lord. And today I will show you one of the missions from our game Glitch Bank. Kweger. You'll get a sneak peek into the second episode, where 3 factions... Maar waarom duurt het zo lang? Zijn erg raar, hè? Net zei ze, eerst kwamen ze kwart voor, hè? Gingen ze live. Toen was het ineens half, en nu is het ineens ook 10 minuten later, what the fuck. So, we hear you want a knock-off Cyberpunk? Roadblocks and bounty hunters might soon show up, but if everything goes well, we will see this contract finished, earning some extra cash and perhaps a new tech. Yeah. In Glitch Bank, your character progresses through new modules cool that give you new hacks, new abilities, and passive stat increases. It allows you to mess with pedestrians, gang members, and police officers in all sorts of ways.
Instead of fighting solo against a group of enemies, it might be a good idea to start up a fight between gangs and police. Gewoon 8 fusion, what the fuck? Branching storyline are the major features of the game. Right after this mission, there is a chance to push the story into one of two possible directions. All of that adds to the replay. Sector Rebel of Cyberpunk. Mix met GTA 2 of zo. Presentation and keep an eye on our Steam page and Discord channel for more updates in the future. Dedelic Entertainment is well known for their point-and-click adventure pedigree, and our next game continues that tradition. So open your inventory and prepare. Hoe nog 7 minuten, what the fuck? Ik wil niet die gasten die announcement met je game belachelijk maken. Kunnen we dat doen? Ja, maar de announcement van deze game ding is gewoon Jill Valentine van Resident Evil, hè? Niet vergeten, je jongens. Je weet wel beter. Ik post gewoon een foto van je hoofd op fucking. Ja, dat zou wel nog beter zijn, dat klopt. Heb je wel gelijk, hè? Die kapsel van Quincy, maar dat kan niet. Digger. Goed verhaal, daar word ik. Beste chain leider. Daar gaat mijn revenue. Wesley, waarom pak ik duim op mijn kapsel? Ik pak een fucking stream. Quincy's kapsel is nog lelijker dan zijn moeder. Ja, ik kan dat niet over jouw moeder zeggen, want ik heb jouw moeder nooit gezien. Oh, ik hoop wel echt dat er wat meerdere, betere games uitkomen, want ze hadden het over dikke publishers en zo, dus ik zou hem niet eens denken. Ik wist dat je een weeskindje was, wow, even. Ook jullie dan mensen. Mushakos is gemeen, het best weeskindje. Oh, mensen moeten mij behandelen. We zijn hier gewoon allemaal nu in fucking. We kunnen gewoon eigenlijk heel veel stream verpesten. Ja, wij mag best wel langskomen hoor. Oh, het zou wel vet zijn als dit trouwens het enige is. Dat al deze indie games die we nu zien, dat het enige indie games zijn wat ze nou hebben. Maar we hebben altijd het gevoel dat dit een Star Wars werd. Ja, kom dadelijk. Oh, pas next hier, oké. Okay. Ja, dat Fallen Order Part thing. As two racers are connected by Elastic. That's right. Elastic. Oh, dit is pas de pre-show. Life of Delta. In this brand new announcement. Excuses, hoezo kan vak mijn game niet verder vieren? Hallo? Hey, Lieutenant Switch. Hey, Giel, ik heb net 500k verdiend met mensen op Sea of Thieves. Ja, ik had het gezien, je speelde met andere mensen. Wat heb je gedaan? Ja, echt die moet hele goede shit. Omdat anders je papa en mama boos. Maar Giel, ik zweer dat je dat gaan we doen. Ik ben zo makkelijk geleveld en zo. Oh, dit is wel premier ook nog. Giel, dit gaan we doen, we gaan jou inmaken erin, ik weet het zeker, holy shit. Nee, dit is dan echt niet. Serious, dude. Serious, dadelijk krijgen mensen heel erg oor. Precies. Ja, ik ben ziek om zo waarschijnlijk maar niet gezien. There we go. Je hoort het even. Natuurlijk. Je hoort het niet hard, maar je hoort het wel. Ja, maar ik weet niet wie die fucking ding had aangezet, die moet gewoon eruit. Ja, dat was Q. Koppelijk Q. Nou, hij is al lang weg. Ja, heb ik net ontkoppeld. Gaan we dit samen spelen? Ja. Gaan we Gilden verslaan? Ja. Wat is dit? Weet ik niet. The Merchants of Medieval Books. A testimony. How we misunderstood them. Die gast heeft ook een dikke accent, moet je horen. Moet je daar horen? What the fuck?
Oh, daar is hij weer die doel. Ja, dan moet je hem niet van die kut dingen doen. Hé, hey, Q, als je niet van je mond raakt, dan ga ik jou niet doel. Wow, een ritueel. Hey, Quincy, ik moet je trouwens ook even een filmpje doorsturen. Alles. Wat is dit? Hey, maar leader, wat voor spel is dat? Weet ik veel, indie games is gewoon leuk, maar het is pre-show. Oh ja, dit ken ik. Wat is dit? Weet ik niet. Let the battle commence. Inculinati hits PC later in 2021, so make sure to get it wishlisted on Steam. We revealed the first details of Lord of the Rings Golem at the future game show. And today, we're excited to take our very first look at gameplay. Oh, we kregen gameplay van Lord of the Rings Gollum. Volgens mij is het nu pas. We gaan ze nou Gollum doen. Gollum, shit. Nu komt die Gollum. My precious! Zal ik eens even de livestream afkappen nu? Nee. Ja, maar. Oh, jongens, hebben Gollum. Ja! Yeah. My precious! Gollum Assassin's Creed! Nee, ik weet niet. Als het niet al lang is, zou het toch al langer met een Lord of the Rings 6. Wauw. Ziet er bijna uit als Baby Simulator, wacht even, wie daar kijkt is grappig. Mag ik hem zeggen, hij had het niet lang en was dit? Oh, dat was het ook nog. Wat een paar seconden. I hope you've enjoyed these sneak peeks and reveals. A huge thanks to Daedalic and all the developers who showed off their awesome titles. For updates on all of today's games, you can follow Daedalic Entertainment on Steam. I've been your host, Stephanie Panicello, and it is time for me to hand over to some other Resident Evil friends for the future game show. Do it, Daphne. Do it, Daphne. Lekker wijf hoor, ik heb wel rat. Ja, maar in de game ziet ze er beter uit. Oh echt, zit ze ook in die game? In Resident Evil, dat zeg ik toch? Ja, dat weet ik toch niet jongen, ik hoor dat ja, dat zei niet, dat zei ik net. Vinci. Ja, hoor. Kijk dat filmpjes. Hello and welcome to the Future Game Show. I'm Nicole Tompkins, though you may know me as Jill Valentine in Resident Evil 3. And today, we have an absolute monster of a show for you. And if I've learned anything about monsters, it's that they're best tackled with a partner. So please join me in welcoming my co-host, Jeff Shine. Hey, Nicole. And hey, everybody at home watching. My name is Jeff Shine. You might recognize me as Carlos Oliveira from Resident Evil 3. Is Quincy dope geworden? Nick, I feel pretty good about this. I feel like we're nice and team. Hij is dope. We do make a good team. Ik ben filmpje though, aan I mean, kijk, Wesley. Hopefully today's a little bit more even-handed, because I tend to do most of the heavy lifting. Nemesis like 16 times. I hate to butt into the main show, but I think I had it pretty tough with Evil 2. Mr. X. The important thing is that nothing bad can get us at the future game show. So, over the course of the next hour or so, we'll be showing you guys gameplay and trailers for upcoming games for PC and consoles for 2021 and beyond, with some exclusive trailers and developers. World premieres, exclusive trailers, and let's kick off with our first... Nou, dat zijn de hosts, dat zeg ik toch. Heel popcorn, dan kan je nog moeilijk nog modellen. En wat nu, Wesley? So, any word on Kai or his supposed crash? Don't, please. Oh, and there's a defense that quick from Mark. They said it just. I don't know, sis. Once is bad luck, twice. Well, I mean. It's that damn robot. Neil. Always watching him.
It's enough to drive anyone nuts. Is it for us? Short drive. Stop this now. It is for us, man. It's fine. Yeah, it is the future game show, you know? There's Fallout. Back to winter. Well, at least we're not alone this time. Daarom heeft Microsoft Bethesda ook gekocht, hè, om deze game uit te kunnen brengen. Fallout and No Man's Sky have been Brother's pretty messed up. Fallout Sky. Hartige wekening, guys. Nou weten we het. Nou, ja, ik wist het. Jij nog niet. Spoiler alert. Ik heb nog even hoor. Hey, Wesley. Kun jij die dat filmpje ook naar Giel sturen? Als jij hem doorstuurt. Hi, I'm James Simpson, director at Goldfire Studios, and we're working on a game called Arctic Awakening. Arctic Awakening is an episodic narrative adventure game about the survivors of a plane crash in the unforgiving Arctic winter. Their story is one of survival, friendship, self-discovery, and the mysteries they encounter along the way. The year is 2062. Moet je kopen, Gil. An ex-Navy pilot who has retreated in isolation after recent traumatic events upend his life. He now finds himself in unknown territory with a missing co-pilot and only an AI drone to keep him company. Today, we're really excited to share this exclusive gameplay from shortly after the crash. Nee. Dat is veel beter. In Sea of Thieves heb je geen robot die met je meevliegt. Ja, ik kan wel robot worden. Maar je kan niet vliegen. Jawel, ik kan wel vliegen. Vieze hey, ja. Hey, Tom. Ja. Jij zegt ooit tegen mij dat je... Tom, jij zegt ooit tegen mij dat je Roma Total War 1 helpt gespeeld, hè? Ja, ik weet dat de remake er vanaf, de remaster ervan uitkomt, weet ik. Ja, dat wil ik net zeggen. Ik ben er te laat mee, hoor. Ik weet alles al. Ja, maar jij hebt er niet beter te doen. Precies. Maar net of jij wat meer de beters te doen hebt. Ja, ik werk een Total War. Oeh! Ja, dat is wel veel beter, hè? Komt er eentje? Wat? Ja, de remaster van deel 1. Remake, ik weet niet wat precies moet zijn. Oké, Jeff, imagine being stuck in the same place in an endlessly looping cycle. Oh, Nicole, that is my entire 2020. Well, then you're gonna love our next game, as it's all about breaking free. Let's take a look at Returnal. Returnal! PlayStation, Sony Pony alert! Oeps, daar gaat mijn hele userbase. Oh, toen jij en ik ook naar je stammen voor dat... And I am the Dev and Marketing Director at Housemark. Currently we're working on Returnal. Returnal, in a nutshell, is a fast-paced sci-fi shooter with roguelike elements. And as a new addition to Housemark, we're adding... Yeah, sci-fi shooter, want die zijn er nog niet heel veel, you know. Ik heb geen PlayStation 5, dus jongens, mensen, ja, laat maar. Ik heb wel PlayStation 5. Kans is groot dat het ook over PlayStation 4 uitkomt, maar... Ligt eraan wanneer het die uitkomt, dus dit jaar is, ja of nee. ...that crash lands on a planet called Atropos. On this planet, she quickly realizes that she's stuck in a nightmarish loop that always upon the bed, she wakes up in the same place, but the world has changed. This game is shit, you know. At the focus of the game, we have a very tight gameplay loop where you dash, jump around, shoot at enemies with lots of tentacles coming at you. There are also board elements, so fast-paced maneuvering, dodging, and running and gunning is the main focus of the game. But there are also lots of the storytelling layers that Celine finds out about
in a non-linear fashion. So as you make your way through Atropos, you find out. Je zou er maar een PlayStation 5 voor willen kopen, you know? What is the sort of deepest secret that she's trying to answer? Wel een dikke kont. Laat maar kijken. Alleen voor die dikke kont, hè. Waarvoor zou mensen Tomb Raider kopen, zou je denken, toch? Overall, hè? En die doet een dikke kont en die kreunt. Ik heb Tomb Raider gratis trouwens. Ja, dat is nog beter. Vooral met nieuwe Tomb Raiders zijn best wel goed. So looking forward to having the game out there. Hope you enjoy. Everything has changed. Ja, maar wacht even, ik woon nou toen Tomb gratis, maar die was een keer gratis geweest. Die is wel vaker gratis geweest, denk ik. Maar dat is ook alleen maar PlayStation 5. Nee joh, volgens mij is het PC. Ja. Oh, wacht even, deze is wel goed, die nu komt. Tenminste, dus, ik vind dat leuk. We gaan maar kijken. Wat nu komt, die ga ik echt zo kopen met release. Zo geniaal. Zo geniaal. They won't get past us. So many questions. Matthias the Frog at your side. Wilda mag trouwens ook het vraagteken krijgen van mij. Ja, gewoon een stenna. Have time for your banter later. Let's move forward. Hello, Mommy. Hello, my darling. Hello, my ragtime girl. A talking frog is like in my top five animals I want to meet. Yeah. You niemand wil je eten krijgen. We willen alleen van Bilal hebben. Ja. We weten zeker dat we krijgen. Ik ga mijn benen zien voor 17 jaar. Eerlijk, ik zou het ook kunnen bekomen. Ja, ik ook. 70k. Ja, ja. Chris Tales is coming to consoles and PC in July this year. Yeah, back in 2015. Je weet niet dat je gewoon in de livestream zet of niet? Ja. Oké, cool. Ik heb het filmpje gehad. Cool. Ik heb de helft niet gehoord, dus ik ga het niet. Nee. Deze acteur slash muzikant, die heeft in een klein keer gezegd, laat je Pimmel zijn 17k. Hmm. The first quick trip down memory lane. Nee, die heeft geen 17k. The first Axiom Verge. Here are the very brief synopsis. Nee, maar geen 17k. The story was a sci-fi adventure. Nee, je hebt 2k. Hij is opgelicht. 15k. En ik heb 2k. Is preserved by machines. Nee, and every time he dies, his memories are transferred into a new clone. 2000 euro. Waar heb je dan 2000 euro? Je bent op bij Cortis op een trading stukje van wat er moet geüpgraded worden. En de rest kan ik uitgeven aan wat ik me wil. Contra and many more. Ja, ik heb liever niet dat ik kan ook voor een floppy shirt. Ik ga niet liggen, ik zou dat ontvangen. Het hele universum van Axiom Verge. How did it come to be? How is it related to our world? I ultimately decided to break the full story of the Axiom Verge universe into multiple parts with multiple perspectives, each intended to be its own game.
geen haat, maar tot nu toe zijn het geen leuke spellen. Nee, laat maar. Ik wil niet denken aan The Binding of Isaac. We gaan met z'n allen gewoon spelen. Even degene die niet kent dit. Oh, eigenlijk. We zijn niet zo vijf, hè? Heb je nou je stem afgesproken? Ja, heel even. Wat maak ik die? Hey, shit. Hiding in Antarctica is what appears to be an ancient, yeah, I'm a fucking IP, complete with mountains, lakes, hey, deserts, and the ruins of a civilization. Een pedofilietje. But you get the feeling that something else is lurking on the fringes of reality, waiting to pull you. Dat was eigenlijk iets veel ergs, maar ik zeg het maar. Ik vertrouw jou nooit meer. Flush out different parts of the same overall universe. Their mechanics are quite different. The game shares the same DNA, and the fans of the first game will definitely feel right at home in this one. But make no mistake, this isn't just an iteration of the gameplay you saw. Je zou dit soort spellen maar goed vinden, eerlijk gezegd. Dit is gewoon de repo van Terraria. Wat Terraria? Helemaal niet, joh. Ik kan er niets bouwen. And introduce new enemy types, bosses, and weapons. But I'm really hoping to avoid zo'n oldschool ding, moet je voorstellen, maar er komt een betere uit. Die komt vanavond om 1 uur komt die uit. Die is veel beter. Ik snap niet dat ze dat zo. Ja, oké. So if you really like the feeling of figuring out deeply hidden secrets, I think you'll love Axiom Verge 2. Be sure to keep an eye out for Axiom Verge 2. Oh, ik heb echt gestaan, hè. Nintendo Switch. Thanks again to Tom for that guided tour. Axiom Verge 2. Was je nog steeds voorbij aan praten, ik wil zien. Ik was al lang gestopt, hè. Ja, maar... Maar hij zou tegen een livestream staan. Kunst, ik ga nu twee keer homo zeggen. Homo. Hey, Quincy. Ja, dat ziet er wel lijp uit trouwens. Quincy, reageer eens, pikkendoos. Hij is zeker over gezegd. Quincy. Waarom zegt Quincy mij? Quincy is gepest, hij schaamt zich. Quincy, baby, hey, is dat? Ik kan je 50 euro geven. Maar dan moet je iets voor me doen. Ik zit er. Als je zo hard gilt, als je kan. Mag mijn tikjes duren van 50 euro? Was zijn moeder alleen niet blij, man? Ja. Nee, daarom. Ik heb geen penis nodig om dat te doen. Zijn moeder. Moeder gelijk. Nu ga je het uitzijden. Is dit PvP of zo? Ik ben niet het DDoS. Ik hoef alleen maar hem te laten killen. Ja, weet ik. Dat is een DDoS. Dat is de Ayagami DDoS. Wat is dit? Dat ziet er cool uit. Het heeft iets voor co-op. Als het online is, joh. Dat ga ik echt wel kopen, denk ik. Nee, het is echt geldverspilling. Dat jij al het geld in de wereld hebt. En alleen maar... Ja, want het is allemaal met geld. Je zit op je bank, hè. Ik zie je op je studie. Zonder woorden doen met geld, dus dat schuld is. Precies. Ik moet hier aan denken aan Marvel Avengers. Ik heb geen klaar idee waarom, maar... Maar dit zijn volgens mij gewoon echt mensen. Tegen dingen in Marvel kan je alleen maar tegen NPC's vechten. Ja, klopt. Tenminste, ik denk dat het mensen zijn, want het ziet er wel zo uit. Ja. Het zijn niet echt NPC's, zijn beter dan NPC's. Daarom, ik denk goed dat het gewoon online is ofzo. Wanneer komen we naar de game waar ik... Die Crimson Knight die geeft het trouwens weg. Die geeft weg de username. Er staat er helemaal niks van. Wie heeft hier gevallen? Ja, ik. Ben je natuurlijk. Huh? Nee, ik wil nog niet zien. Ja. Zullen we met z'n allen bommen mee gaan doen?
Nee, want ik ben die livestream aan het doen. By 24 Entertainment and is due to grapple up on the PC this coming summer. Heb je hem echt zo ver gekregen? Next up is an open world action. Ja, maar je hoeft niet te kopen, hè. Destiny en Bomberman en Creature zijn gewoon gratis. Kan je gewoon, hoef je alleen maar een account voor te maken. Ja. Nee, ook niet echt. Maar dan kon je, weet je wel, dan had je nog geen free-to-play spellen. Dus dan zou je gewoon, weet je wel, als je, maar ja. Quincy heeft trouwens ook Destiny 2 voor €80 gekocht op Stadia. Dat heeft hij wel gedaan. Je bent een Mogol, Quincy. Maar iedereen zegt, iedereen zegt tegen hem, hij vond het gewoon goed, dus weet je wel. Ja, maar hoe zou je dat doen? Gast, ik heb dat hele type spel gratis. Ja, maar je hebt niet de DLC's. Nee. Ja, heb jij Beyond Light dan? Nee, hij heeft alleen maar Forsaken als het goed is. Tot en met Forsaken was gratis op Stadia dingen. Ik heb hem gratis. Ik heb hem op Steam. Ah ja, op die fiets. Maar ja, nee, maar dat is trouwens ook alleen maar base game, hè. Wat je op Steam gratis kan doen. Nee, ik heb daarna helemaal gratis gekregen. Ja. Heb je geluk gehad. Ja, ik heb ook meer gehad. But they all telegraph their strikes, alleen de base. So you'll learn their attack patterns and surely best them over time. The early enemies don't block so well, so you can... Kom jongens, wanneer komt nou gewoon het goede, zoals Sega en zo, wat is dit? Ja, en dit boeit helemaal niemand, deze. Get dicier when two opponents attack at once. They'll always try to surround you, and it's best not to let them. Next is movement. Sam runs and jumps like many other 2D action game characters. Sam, is it in that spell, Sam? With our addition of parkour, especially the ledge grab. What's that now? When you have your grind class. No, that puppetje dat heette Sam. Dus je zit in the game. Dozens of animations and OMG commands make movement a standout feature. I'm literally god now. Voor mij zijn wij de enige die kan zijn. Goed zijn. Maar volgens mij waren die andere twee waren Engels, want die waren de hele tijd in de chat Engels aan het praten. Ja, maar voor mij zijn we niet meer. Any who oppose the creed are banished and dropped into the depths of the planet. They are known as the Fallen. But the Fallen survived their banishment. They explored their underground home where they thrived. Hmm? The Chosen and the Fallen have been divided too long. Letterlijk, hè? Ja. Eens wat ik hoor, hè? Is gewoon het poppetje Sam. Ja. Dat is al één. All of us tweede is, dus als je iedereen brengt en springt, je kunt ook mooie dingen doen. Switch in winter of 2022. We hope you'll add Savior to your wishlist on... Door de movement en zo... De movement en zo ziet er wel gewoon goed uit. What the fuck? Je gaat zeggen, nee, keer, je hebt The Fallen, maar dit is gewoon een fucking copyright van Destiny. Nee. Our next game opened the very first future game show, and had us itching to see more ever since. Please welcome Team Kill Media with a new slice of action. Ik weet het niet, het ziet er best wel grappig uit. Oh, ja, nou, ik weet wel wat het is. Geen spoilers. Weet je, zal ik hem ook als weder nou? Wat geel. Heb jij geen Sea of Thieves of niet? Hoe lang gaat het nog duren, Stan, voordat jouw stream klaar is? Kan het nou aanzetten? Stream, ik weet niet hoe lang deze livestream duurt. Ik heb de Battle Pass. Je hebt de Battle Pass gekocht. Ik heb de Battle Pass gekocht. Ik kan veel je mooi in. Maar nee, ik heb voor mijn zus. Het kan goed 12 of 1 uur zijn of zo, niet langer is. Nee, ik heb voor mijn zus €1 gehad. Ik heb de Battle Band gekocht. En dan ben mensen die daar alleen maar zien spelen, moet even naar een andere spelen. Fancy, je moet werk houden. Nee, niet veel. Giel. Ja. Heb je nog een leuke website om iemand te deals? Barnet. Nee, Quincy, als je mee wil kijken, dan. Wil je natuurlijk meekijken of niet? Ja. Yeah. Nee. Een beter idee om het zo te doen dan. Ja.
Ja, ik weet niet hoe lang dat deze stream duurt eigenlijk, dus het kan goed zijn 12 uur, misschien wel 1 uur of zo. Zo. Ik ben benieuwd wat Sega gaat doen, want Sega die staan meestal bekend voor goede games. Doe me echt denken aan Doom. Alleen dat wat meer slow paced, you know. Kan ook op, misschien opvatten als Resident Evil trouwens. Ik ben dus benieuwd dat Resident Evil 7 op Stadia gaat lopen. Waarschijnlijk ga ik dat toch niet spelen. Maar ik heb de nieuwere wel al gepreorderd, maar die komt 7 mei pas uit. Wat ben je, wat de fuck is dat? Hij is een beetje dood, zie je daar. Schieße. Just 4 minutes of the terrifying quantum error, which is coming to PS5, PS4, and Xbox Series X and S. To see the extended cut of this demo, check out Games Radar tomorrow. The next exclusive trailer is unlike anything you've seen before. It's a playable metal album where the action brings the lyrics to life. A playable metal album, what? Bird and Cage. Product not yet rated. Ik denk dat de Quantum Error gewoon een fucking iemand bedacht heeft wat die allemaal gewoon de corona bestaat. Yo. Metal album, jongen. Headbanger! Ah, die ga ik kopen, joh. Niet normaal. De volop audio aanzetten, natuurlijk. Sam, zou je dat niet meer doen? Oh ja, trouwens, je moet Wesley niet vertrouwen, want hij heeft net mijn IP, heeft hij net. Maar als hij weer leuke dingen gaat doen, dan ga ik hem gewoon weer bannen, hoor. Echt, fuck hem. En dan zal hij nou wel in de livestream horen als je hem kijkt, hè? Dus fuck hem. Oh. Yeah.
exclusively announced that Of Bird and Cage launches for PC on May 20th, and PS4, Xbox One, and Switch later this year. You can wishlist the game right now on Steam. Our next game is all about the power of cooperation. Maar die is al uit, volgens mij. Dit is trouwens wel een vet spel wat hierna komt. Yeah, I'd say it's pretty much exactly like that. Here's Joseph Fares to tell us how you'll be teaming up in the new adventure game from EA Originals, It Takes Two. What? Are you ready for the roller coaster ride of your life? No. My name is Joseph Fares, and I'm the founder, a writer, director at Hazelight Studios, and Brothers A Tale Two Sons, A Way Out, and now the new game coming out March 26th, It Takes Two. Yeah, these best of it. Actually, what we do at Hazelight is actually quite unique. What I mean by that is that we're creating co-op experiences that are written and designed from the beginning, from the start. En meestal bij deze games van deze gast hoeft maar één iemand de game te kopen. En dan kan de rest gewoon meespelen. Zo hebben die anderen ook gespeeld. Inderdaad. Goed spel, dit is een goed spel. Er zijn situaties in deze game, ik zou zeggen, dat bijna een connection met de player ook. Het is ook iets dat ik denk dat je kunt doen creatief. How comes you get all the cool gadgets? Because I'm cooler than you, Cody. Sometimes the connection could be a metaphoric connection. Like we have a section where you're playing as a piece of magnet. That's a metaphor for attraction. So whatever happens in the story will be reflected in the gameplay. Even an example like this. In this case, they are in a tree. And the male character, the clay character, Cody, he forgot to clean the hive. So... ik ben wel benieuwd of dit op Game Pass dingen, dus een EA Play ding komt. Ben ik eens benieuwd naar. Het zal wel niet, maar. Maar ik denk dat ik dit wel ga kopen. Ik heb die andere ook gekocht. Die heb ik toen met Reza samengespeeld. Hoe vet. Stom. So again, it's a unique mechanic for every character that kind of connects to the story. That's why I keep saying whatever you meet in the story, whatever happens, you'll be playing it. This is just some example. What you're seeing here is just the mechanic for this level. And you will be doing different things for every level you play. And whatever happened in the story, you will be playing it. Dat moet je wel met co-spellen, moet je wel bij, dat je met beide karakters en je speelt in een couch en je speelt met een vriend voor free, then it should be the same for you if you play it online. It would be fair just because your friend can play with you in the couch, this person have to pay double the price, you know what I mean? From that perspective, Friends Pass came up because it makes sense. Ja, ze gebruiken Friends Pass voor wat ik al zei. Maar dit is wel een spel, dit is wel, dat kan je normaal gesproken niet solo doen, dit spel. Dus dan moet je wel echt met iemand samen doen. Maar daarom, want het heeft een over Friend Pass zat hij net, of jij kreeg je dat te horen, zo. Dus als één iemand het koopt, dan kan de andere gewoon via, kun je via een... Het enige shit wat ik vond was dat, weet je het? Dat je even goed nog moet downloaden, weet je wel, als je Friend Pass hebt. Wat wel logisch is, maar het is gewoon een beetje raar. Maar ik ben wel, ik denk dat ik dit wel ga aanschaffen, ik weet niet waarom. Xbox One, Xbox X, Series X, and I don't know. But not Switch for now. We don't have any plan for it now. Who knows in the future, maybe. But other than that, all the... Hij raakte confused met zijn Xbox dingen. Op de Microsoft 100 systemen verschillende namen gebruikt. You'll be able to take advantage of Friends Pass when It Takes Two launches on PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X and S, and PC tomorrow on March 26th. Our next game is like Cyberpunk meets Sherlock Holmes as you crack cases in virtual worlds. Hey, Gordon. Are you ready to play Digital Detective in Game Deck? Yeah. It's a strange profession. Nee, weer een cyberpunk-achtig iets. You're neither a player nor a detective. You know the rules and how people break them.
how they leave a digital trail. And there is always a trail. Let's go, computer. A flaw in the source code. Back doors used by cheaters. Anonymity skins used to cover up unpopular activities. Galactus en Lego Star Wars trouwens zo gaan de datum daarvoor. Dat was dus niet bekend. With a lot of skill. Heidi. Vorig jaar waren die rook in deze, want vorig jaar was het ook, toen werden er ook heel veel dingen bekendgemaakt, dus... Een jaar geleden waren ze nog even... Oh, maar dit ziet er trouwens wel vet uit, want... Dit ziet er wel vet uit, ik weet niet wat het gaat worden qua gameplay, maar... You keep your eyes on the prize. The trail never gets cold. Als het geen strategie ding is, dan dat is heel vaak met dit soort dingen. Game deck, ik denk dat het... Nee, Lego Star Wars wordt voor mij bekendgemaakt, want ik... Ja, weet ik niet. Ja, zie je. Ik wist weer dat het zo wat zou zijn. Het is iedere keer hetzelfde met die games. Ja, oké, daar, maar dan weet je wat ik bedoel. Dan ziet de trailer er keihard uit, dan krijg je, let op, krijg je daar te zien. Op zich wel leuk, maar... You want to maybe test those skills out in a game before trying anything dangerous? Also, yes. Well, then let me introduce you. Mijn zoeker vraagt of hij een admin chat mag. Ja, is hier bereid gegooid. Are you ready to join the gig economy? Become your own boss. As a firefighter, food delivery person, or a courier. Ember hits consoles. For up to four players. Het was trouwens best wel vet spel. Escape together. Deliver together. Yo. Boss fight together. And salvage together. Risking your life for money has never been more rewarding. Ember launching summer 2021. Ember is out now on PC and Stadia and is coming to consoles later this year. Our next game takes one of the best detective adventures of recent years and makes it prettier and puzzlier. Yes, it's a word. Than ever before. This is Kathy Ray, the director's cut. Ik snap ook kwam. Op een gegeven moment, ik denk zo dat Hugh niet met Leslie overeen kwam. Hi, I'm Ariel Siegel and I am delighted to be here. Maar jullie vergeten dat jullie wel in de livestream zitten, dus ik kan alles horen als het geheim blijft. This is a game that excites me a whole lot because, well, first, I play Kathy in it, but also because the director's cut is an even better version of the original game that launched in 2016. For those of you who have been missing out, let me fill you in on the details. So, Kathy Rain is a point-and-click adventure set in the 1990s. It's the story of a strong-willed journalism major, that's me, who is forced to confront her troubled past as she investigates the mysterious death of her recently departed grandfather. Armed with her motorcycle, a pack of cigs, and a notepad, Kathy delves into a local mystery surrounding her hometown that takes her on a harrowing journey of emotional and personal turmoil. The director's cut features an extended story with more puzzles to solve and new areas to explore. There's also an expanded and remixed soundtrack, cool new bike designs to unlock, controller support, and more. It's been almost 5 years now since Kathy was first shared with the world, and we've taken everything we've learned to give you the most complete realization of Kathy's journey yet. I, for one, love being a part of this project, and I can't wait for you all to get on the Catmobile when we launch this fall on Steam for Windows, Mac, and Linux. The Catmobile, what the fuck?
Thanks to Ariel for showing us Kathy Rain, the director's cut, which is coming to PC. Ariel! Now it's time for a sneak peek at what's in store from our pals at Team 17. Oh, how many hours have I spent playing worms over the years? I once fought giant mutant worms. Team 17. Very different vibe, Nicole. It's a very different vibe. Kathy Rain. I'm a new group though. Even we didn't have prison architect. Het is goed een makers showcase ding. Well, of je nu wat hiervan doen. Hey, Overcooked. Dat is zo leuk, ja. Mm-hmm. Hebben jullie Overcooked gespeeld? Nee, heel eventjes. Maar ik heb die IG, was dat 1 of 2, want dat geen multiplayer? 2, 1 was dat volgens mij. 1 kan je multiplayer. Dat is bullshit. Dat is nou weer gemaakt. Nee, dit hebben ze al. Dit is gewoon wat we hadden gemaakt. King of Seas, dat ziet er wel vet uit. Ja, grappig in ieder geval. Wars Rumble, maar dat heb ik al op mijn PlayStation. Weet je wat grappig is, Sam? Nee, jij won Rumble en ik word het pas net. Precies, wat? Ja, het is niet als Sea of Thieves, hè? Nee, het is meer als Sam Meier Pirates. Wat wel vet is. Dat is wel leuk, toch? Ik kon het niet met vier in mijn rol lopen. Of met andere nee, maar niet grappig. Je hoeft niet altijd met Giel te gaan. Je kan ook met mij gaan. En Stan ofzo, ben ik zeg maar wat even op. Dan met Pirate lezen. Hey, we daar eens even kijken. Team 17 gaat ook een Animal Crossing rip-off maken. Letterlijk, echt letterlijk. Epic Shrimp, oh fuck. Overgoed, ja, maar dat is van hun eigen. Dat is toch het mooiste van alles. Wat hierna komt, moet je me daar eens kijken. Hier, Animal Crossing rip-off. Ja, dat is trouwens wel een vet spel. Fucking FBI, open up. Ja, dat is Siege alleen dan realistischer moeten worden in ieder geval. We are not a dangerous organization, in fact, we're all about the safe sex. Die Siege game wel op de moment. So come join the inner circle when Honey I Joined a Cult comes to Steam Early Access. This prison architect. That was a collection of games coming from Team 17 over the coming weeks and months. This prison architect. Yeah, that's the Dino cult. Zag je niet, honey? I joined the cult. 15 games in. Hey, this is our cult. Get to fight some zombies. Wij zitten hier vast. Wij zijn de grootste cult, de gevaarlijkste cult. Wacht. Co-op play, Jeff? No. Ik ga lachen als ze het geprerecord hebben, want er komt, hierna komt er iets uit wat vandaag een delay heeft gekregen. Dat is wel grappig als ze dat niet... Kunnen jullie Left 4 Dead? Die game? Ja. Ja, spiritual successor. Van dezelfde makers, alleen die hebben een nieuwe studio opgebouwd, dat valt niet door meehelpen. Right now we're working on Back 4 Blood, which is a first-person co-op zombie shooter that takes place after a catastrophic outbreak where most people have died. There is geen beter van geweest dan in Alpha Omni. Calling the Devil Worm. In this game, you're part of a group of veterans that we refer to as the Cleaners, who are ready to take the fight back to the zombies, which we call the zombie game. This is een hele set. Hallo, dat maakt van Left 4 Dead. Ja, dat is van de
Nou, in ieder geval heel veel mensen die in die studio zaten toen nog tijd, die hebben dit gemaakt. Dat Valve geen nieuwe wil maken. Ik vind de les op de show zoveel beter. Ja, maar dit is, daarom was kun je niet vergelijken. En als je de footage you're going to see that we have a lot of different kinds of written. We've got some base special written, like the tall boy and the stinger. Maar daarom zeg ik dat het een spiritual succes is, want die makers kregen van Valve geen goedkeuring om een nieuw deel te maken. Omdat alles bij Valve wat deel 3 wordt, dat schrappen ze. Ik heb een Half-Life 3, dat is nooit gebeurd. Kijk, the elements that you want out in a cooperative zombie shooter, so you can gather up with your three friends and you're going to be taking out a bunch of Ridden. We're also adding some roguelite elements with our card system that's actually pretty cool and we think provides a different spin on it and provides even more replayability to the game. So we should definitely talk about our game director as well as our card system. You're going to be familiar with how we start off this game. You're going to start in a safe room with three of your friends and the game director is going to play what we call corruption cards. Get to know what kind of challenges he's going to throw at you and your team by looking at what these cards are. They might be things like Swarm of Bruisers or Ridden on Fire. And you then get to know exactly what it is that you're going to face. So after you see those cards, you're then going to be given a hand from a deck that you've built. And you need to decide what cards you're going to play. Coordination with your team is going to be super key here. As you can do things like improving the quality of items and weapons that are found in the world, you can make it so your team can carry more Molotovs or medkits, or you can even do something cool like your team gets a burst of health when you get injured. Nou, dat was ook de reden, maar dat is, Valve heeft altijd een hekel aan iets wat een deel 3 kan zijn. Ja, dan moet je maar eens opzoeken. Back 4 Blood is coming to Xbox Series X and S, Xbox One, PS5, PS4, and PC. You're going to be able to play the game in the upcoming open beta on both PC and console. We're going to have more information on that soon, so stay tuned. Oh ja, dat klopt. Er was gedelayed, maar er kwam wel een open beta inderdaad. Kwam in de zomer ergens, zei ze, volgens mij in juni. Nou, niet zeker. I'm coping, so. Thanks to Turtle Rock for showing us how real zombie killers do it. Ever wondered how it would feel to be a Warhammer miniature? Here's the world premiere of the new cinematic trailer for Warhammer Age of Sigmar, Tempest. World premiere. Once mortal, we stood against enemies of order. Our souls, freed from the weakness of flesh, arrived at the gates of heaven. Shaped by righteousness, reforged in thunder, clad in living armor. We come down among lightning to protect the mortal realms once more. We are Sigmar's wrath manifest. In his name, we wage war! We are the Stormcast Eternal. Yeah. You can step into the shoes of a Lord Arcanum when Tempest Fall launches on Oculus and Steam this summer. Hey, Jeff, you remember the hospital siege in Resident Evil 3? Oh, how could I forget? Well, this next bit is a little bit like that, except instead of zombies, I'm gonna throw loads of games at you. Oh, that actually sounds way better. Oh. Kreeg een aantal games te zien bij waar.
Als je Pixelmon niet meer leuk vindt, kan je die gaan spelen. In the game showcase, you know. Er zit echt maar één game tussen die me wat lijkt en dan komt dat de muziek daarvan door Nobuo Uematsu is gemaakt. Final Fantasy en zo. Now, if you're looking for something more melodic than the sound of Jeff's voice, you should check out our next game, The Longest Road on Earth. Bonus fact, this trailer contains an exclusive performance of one of the tracks in the game. Enjoy. Ik snap echt niet dat tegenwoordig endgames zo fucking groot zijn. Dat is echt raar. Echt, wie wil dat? Launches on PC later this year. Our next game is an open world survival simulator that put PC gamers through hell. Specifically, green hell. Here's an exciting survival PC game. Ziet er nu een beetje beter. You leeches. Green hell. Oh. In de nieuwsbrief trailer dat een spel naar consoles komt. Ja, geweldig. Nou, als je PC hebt, kan je dat spelen. Maar. This next game starred in our Gamescom show and tasked two cooperative spies to break into top secret locations. Well, then it's a good thing I've partnered with Jill Valentine, huh? Master of unlocking. Here's the latest news for Operation Tango. Oh, we got to work together? Hey, that's what I'm talking about. Oh dear, this is a recipe for disaster. What did you do? I'm gonna do it. You ready? I'm nervous. I'm in. I'm very stealthy, thank you very much. So, I'm gonna need you to suck it up, Buttercup, and put that passcode in. Deel onze vriendin zit ook in de... Daar heb je ze. Exactly. Series creator Lorne Lanning shows us what's in store in Abe's latest adventure. Hi, I'm Lorne Lanning, creator of Oddworld, and
I'm excited to be here at Future Game Show to bring you this abridged playthrough from Oddworld Soulstorm. At this point in the game, we're on a mission to hijack a train that we're told is at Fett Station. So with each level, you get an introduction to your goal happening in the background. Now we settle down. Maakt het nog leuker toch? Entered into the scene. Yeah, now we need to get to the Fett Station to hijack a train. And that should be up ahead. And now he's got a little bit of a journey through the world to get there. Hello. Okay, so now you're approaching. You see a train in the distance pulling in. Now you're approaching the Fett Station. So now you knew you had to reach the Fett Station. And there's a train. You know you got to hijack a train. But you're going to have to get through the Fett Station first. And this is a lot of where we wanted more of the story telling us. Through the 2.9D camera, so we have that set up. Zo is het eerste uur hebben ze niks kunnen horen met die dingen in de chat. If you look in there, this is the tanks and the whole area we're going to have to get through. Oh my god, een trein, een trein. And now you're dealing with snipers. Heist. Ja, ik vind het niet goed, want je doet zo'n free world game, weet je. Dit is een game, een serie aan games die al heel oud is en blijven nog steeds populair genoeg is, maar ik heb dat nu leuk gevonden, Oddworld. Nee. Er is één Oddworld die mij leuk lijkt en dat is ook een oudere. En dat is een beetje Master en open wereld ding geweest. Maar de originele is steeds, weet je wel, is niet ergens voor mij. Maar er zal vast wel een doel of een grote userbase voor zijn, want er zijn er best wel veel in de series. Dus. Zijn snipers. This would have been a stealth approach with no killing happening. This would be a little more not nice approach where you might have used something a little more lethal. And that would be very nice and you don't want to do that, of course. Oops. But it's a different way to solve the same problem. Je moet gaan slapen. Ook heel. And along the way we're hearing radio broadcasts that are telling us, filling us more in on the backstory, the propaganda of the world, what they're telling the common people versus what you know is actually happening in the game. So we play off of that during these elevator rides. And if you pay attention to them, you get a little more data on the backstory and what's happening in the world. We're getting now to the pump area. There's all these more physical challenges. Where there's Mudokons, you're going to have to get in through the pump all the way up to the train way above. So now this is like a tower of hazards, and you're going to get more and more Mudokons to go through here with you. And you're going to try not to get them killed, or yourself. Zeker wel, ik praat heel hard. Hoi meneer. So it really helped with people understanding what the problem the problem. Waarom hebben ze van deze game zo'n lange presentatie, echt, what the fuck? Ik boeit toch helemaal niemand dit. Zeker wel. Alleen mij niet, alleen mij niet. Ga niet even. Oddworld. Survivor. He gets rescued. And from here, and look at all my dead guys, but from here, this gets us up to the area of the train station where we can now access the train. That will then lead us on our mission forward. 10 euro en ik skip hem.
Oddworld Soulstorm is coming to the PS5, PS4, and the Epic Game Store April 6th. You can pre-purchase the game now on the Epic Game Store, and PlayStation 5 PS Plus members will be able to download the game at no extra cost. Oddworld Soulstorm is coming to PC, PS4, and PS5 on April 6th. First revealed at the Future Game Show last June. Oh, not meer indies. Crime scene clean 'em up with four distinct cleaners and four distinct styles. Let's see a messier approach. Nee, gewoon voor 10 euro skip ik hem. Maar laat me zetten, want wat er komt is nog niet, is nog meer bullshit. Waar is Sega als ik ze nodig heb? Geef mij meer Yakuza ofzo. Fuck dat. Ja, moet je me op Game Pass, moet je de Yakuza collectie maar eens downloaden, super vet. Check dadelijk wat er daar gebeurt. Ziet er echt verder grappig uit, joh. Grab your mop and your rubber gloves because Serial Cleaners is coming to PC later this year. You can wishlist the game on Steam and Epic Store now. Space. No one. Kijk wat hij daar doet. Scream. But neither can they hear you say. Which is exactly what you'll do when you see the amazing things Frontier is doing. Oh! Oh, ze gaan Elite de nieuwe expansion van Elite Dangerous nou showen. Oh, dat is wel vet. Hello, I'm Garrett Hughes from Frontier Development and I'm the lead designer on Elite Dangerous. Right now, we're working on Elite Dangerous Odyssey, the most ambitious expansion for Elite Dangerous to date. For the first time in Elite's history, the Odyssey expansion will allow players to set foot on light atmospheric worlds powered by amazing new planetary technology. Players will be able to disembark from their ships and explore these planets, discovering new settlements and organic life forms while taking on missions and engaging in intense first-person combat. Today, we're really excited. Oh, dit is echt super vet, jongens. Dit is wat eigenlijk Star Citizen zou moeten zijn, maar dit is het nog steeds niet. Dus als dit daar uitkomt. For a small fee, Apex Interstellar will let players book their own personal shuttle, complete with AI pilot. To take them between the ports and settlements in inhabited space. Your shuttle is ready to depart. Thank you for joining. Maar we betalen daar alleen maar voor de expansion als die niet gratis is, want of in ieder geval degene die hem op Epic hebben geclaimd. Just like you'd hail a cab. Additionally, we'd like to talk about how the release of Odyssey will give players the opportunity to experience. Maar als dit uitkomt, joh. Scale and beauty of Elite Dangerous from a brand new perspective. Odyssey's boots on the ground gameplay. Add on-foot exploration, salvaging, bounty hunting, heights, and much more. All seamlessly integrated. Volgens mij zei ze wel dat je settlements kon bouwen, maar ik weet niet precies hoe dat ze dat hebben. Ja, als je gewoon planeet kan bouwen, gewoon outposts kan maken. Volgens mij werd het een mix tussen wat No Man's Sky te bieden had, een beetje, en Star Citizen. Maar dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar ik ga dit zo super vet. Thank you for watching. Please enjoy the rest of the show, and we look forward to seeing you in the game. Ik versta je maar half, wacht. Wat zei je? Nee. Wacht. Even dat. Doe maar. Zeg eens. Heb jij ooit een keer Mass Effect Andromeda gespeeld? Ja, maar niet uitgespeeld, want dat is een kut game. Nee, maar dat was. Ik noem het dat. Dat is ook een beetje. Thanks to Gareth for that look at the game. The Elite Dangerous Odyssey Alpha will be available on PC starting March 29th. Oeh, ik ga 29e van maart volgende week. Wanneer is dat? Maandag of niet? Ben ik nog uit? Oh ja. Yeah. Remember that time the bug like laid eggs in you? Over wanneer dat uitkomt.
is maandag volgens mij dat het uitkomt. De alpha in ieder geval. Hij zei March 27 of zo. Nee, de 29ste van maart. Dus volgens mij is dat nou maandag. Ik denk dat als er weer een goede game komt. Nou, Elite Dangerous, joh, die met die dingen erbij is echt super goed. Ik ga die in ieder geval ook lust af, maar ik ga die wel echt kopen, denk ik. Sowieso, de Elite Dangerous is een heel tijdje gratis op Epic geweest. Dus degene die dat daar hebben gekocht, alleen maar die expansion te kopen. En volgens mij de base game kan je relatief goedkoop krijgen op keysites, normaal gesproken. Maar misschien hoef je de alpha wel niks te kopen, weet ik niet. Maar dat ga ik wel sowieso doen, want daar ben ik heel lang op wachten tot het eindelijk kan. Elite Dangerous is een van de beste space sims. Met andere woorden, de ruimteschipvaart was het eerst alleen maar. En ja, nu tot maart 29ste is het, blijft het dat ook. Maar dadelijk een tijd om uit kunt stappen en zo'n exploration en zo op voet kan doen. Plus het wordt ook een shooter daarbij. Wat super vet is. Maar ik denk dat de servers het niet kunnen handelen, dat denk ik. Movie games, what the fuck? Ja, yeah, guys, don't forget me, you know? Hè? Huh? Start as something we were worried about. We had no idea how it would change when they sent us directly to the front line and into the chaos. And then in the mud and drama of trench death, we learned how to survive and how to choose between life and death, because every saved life counts. Movie Game says you can look forward to hearing more on War Hospital and Fire Commander later this year. Our next game debuted on Stadia and is finally coming to other platforms. To find out why Lost Words Beyond the Page is such a special world, let's join director Mark Backler and writer Rihanna Pratchett. Had hij weer ergens in geduwd dat hij niet thuis zou horen? I'm Rihanna Pratchett. I'm a writer for video games, film, TV, and comics, and I wrote the script for Lost Words Beyond the Page, and I'm working on lots of different things. At the moment, we're just putting the finishing touches to Lost Words for Steam, PS4, Xbox One, and Switch. So you play the game as Izzy, who is about sort of 11 or 12-ish, and she's just been given a journal for her birthday. She's always wanted to be a writer, so she starts writing. She has to deal with some difficult news about her gran, who gave her the journal in the first place, and she decides to write a story to cheer her gran up. We see her go not just on a journey through the pages. Iedereen zegt dat het zo'n goed spel is, maar ik ben vertrouwd voor geen 5 cent. Dat is nou bezig zijn. To kind of reflect what's happening in the real world. And we use things like the second stage of grief as art inspiration, as music inspiration, as puzzle inspiration. And it's basically, you know, fantasy is a lens through which we can examine the real world. And this is a very, kind of a very visual representation of that. Als de muziek en zo, vind ik het wel mooi, maar... ...in a number of different ways, so things that happen to Izzy in her real life
end up having repercussions in the fantasy world. We also see these little post-it notes on the desk around the diary that sort of show the evolution of some of the characters that you'll later be bumping into in Astoria, and different ideas that Izzy has had. The game is split into like 8 main chapters. Each one of those begins in the pages of the diary and then transitions into the world of Astoria halfway through. Lost Words is out on the 6th of April on Steam, PS4, Xbox One, and Nintendo Switch. So you can jump onto Steam and wishlist it right now. Thanks to Mark and Rihanna for that exclusive look. Lost Words comes to PC and consoles on April 6th, and you can wishlist it now. In space, no one can hear you scream. Real space game. Nicole, we just already used that intro. Oh, really? Our next world premiere is set in space, and it looks really spooky, so I thought, like... Honestly, you had me at world premiere, so you could probably just cut it there. World premiere. What are the other ones? Help. In the second era of the human empire, sonic matter was discovered in the galaxy of Netaron. It was here that humans decided to build the Metal Mother facility to harvest the sonic matter, the most precious element in the universe. But it wasn't long before they discovered they were not alone. That was our first look at Haunted Space, coming to PC, PS5, and Xbox Series X and S sometime in the future. One Steam review describes our next game as Reservoir Dogs with more falling over. Well, I guess I'd be Mr. Interested. Okay. It's time for guns, cars, and double-crossing galore in Cryptic Sea's truly unique Sub Rosa. Yeah. Be low and to show my lazy on giving me welcome to Instagram. Go time. Next gen kick the graphics. Nieuwe GTA, GTA 6, wist je het ook niet? Nu moet je zeggen, I think that's it, en dan jezelf door je kop schieten. I think that's it. We're pleased to confirm that Sub Rosa is available right now through Steam Early Access, so you can start building your criminal empire. We kunnen het nu al spelen, jongens. Kopen. As we return to one of the most emotional game series of recent years, please welcome Zach Garris, Chief Creative Officer of Deckhouse. Dat is trouwens wel ook zeker een vette game die nou komt.
Rosa. They're definitely hiding something. Alex, be careful. I am Zach Garris. I am the Chief Creative Officer at Deck 9 Games and the Game Director of Life is Strange True Colors. It's a brand new adventure in the Life is Strange universe, coming off the heels of making Before the Storm. Life is Strange is op zich best wel een goede game. Series. And what the franchise has to offer fans with new characters and a new setting. And we're really excited about it. Well, what do you think? I love it. So in Life is Strange True Colors, you play as Alex Chen. Alex is a young woman who's just left the foster care system. She's had a very difficult childhood, but she's also now about to start something new, be out on her own and reunite with her older brother. Alex is not like other people. Nee, is van The Last of Us. Alex has a supernatural. Ja, dat had ik ook in het begin inderdaad. Iemand heeft inspiratie opgedaan. Or be aware of other people's emotions. People around her are feeling rage. Or hey, dat is wel een hele mooie scène. The emotion overwhelms Alex. Dat was wel een van de betere scènes in The Last of Us Part 2, want Part 2 is echt gewoon. Whatever that person might be going through. Up until this point in her life, this has been a curse. This has alienated her from others. This has led to behavior people around her don't understand and probably mostly condemn. Welcome to Haven. For Life is Strange True Colors, we wanted to explore having more agency given to the player in terms of where they go, who they interact with, and ownership that they can take over the story and over Alex's engagement with that town. And so we have built out a larger space than you typically see in a Life is Strange game, and I think we're very excited about it. Ik moet alleen de Alex, right? Het vorige deel nog uitspelen. One of the most exciting components to Life is Strange True Colors is that Steph returns as a character. She was someone we discovered while making Before the Storm, a character that became a fan favorite. We wanted to really take that character and do much more with her. And partly it's a desire to continue to honor the depth and richness of the universe overall, that this is an interconnected place and that you're going to see from time to time characters from other adventures. I think part of what's really promising about the Life is Strange universe is its breadth. Ooh, is a universe. New stories, different walks of life. We're really shifting the franchise into more of an anthology series. And so rather than order the titles sequentially, when they're not actually sequels necessarily, it made more sense to name each game according to what that story is and how that story is really participating in that larger universe. True Colors just fits for. Nou luister, als ik wil best Battlefield 5 doen, dat alleen het enige probleem is, ik weet niet of EA die servers al gefixt heeft. When it comes to romance, Life is Strange. Ja, je kan wel even kijken, maar ik kan daar niet kijken. More choice than they have experienced in a Life is Strange game to date. And we're proud of that. I think we're excited about the kinds of relationships that you can develop throughout the whole town, and in particular, the relationships that you can have with both Ryan and Steph, who are integral to the storyline, and in the shape of how the player chooses to engage with them in that story, can become sort of romantic interest for Alex. Life is Strange True Colors will be available in September on current and next-gen consoles and PC. Well, I'll be getting emotionally wrecked when Life is Strange True Colors launches in September for next-gen consoles and PC. 5 years ago, developers LKA wowed us with their psychological horror, The Town of Light. In 2021, they return with an all-new next-gen psychological thriller. Are you ready for Martha Is Dead? Martha? Why did you call that name Martha? Yeah, he's dude. Okay, cool. Sowieso tot het afgelopen is en ik heb morgen niks te doen, dus ik kan sowieso tot ik geen zin meer heb om op te blijven. Zo kunnen. Is everything okay?
studio. Ja. Een van de honderden die willen meedoen met de genre. Do you ever look at the state of modern civilization and think, God, I could do so much better than this? Yeah. I mean, have you seen 2021? Well, time to put your Why did you call that name? Why? Historical strategy epic, Humankind. Humankind is ook gedelayed. Naar augustus. Zo eerst april uitkomen. Soort Civilization, alleen dan beter. Mee open ze. You have one main universe. Just the ability to create your own civilization. Nee, dit is de Humankind. Dit is een nieuwe soort in dezelfde genre. Maar alleen wel vet, komt op Stadia en op PC. Maar ze zou eerst in april uitkomen, volgens mij. 1 april. En dat is nu gedelayed tot ergens in augustus. Kan. Vorig jaar is er ook al een stukje van uitkomen. En een early access beta of zoiets eigenlijk. Maar het is crossplay bij PC, dus je kan als iemand het op PC koopt, kan je het even goed op, als je op Stadia hebt gekocht, even goed nog spelen. Met degene die op PC hebben gekocht. Tuurlijk niet. Sam gaat nooit naar bed. Stiekem gaat Sam nooit naar bed. Claiming territory and exploiting them yourself, or you can buy them from another civilization. When a civilization's choices create a situation that is deemed offensive or otherwise unacceptable by another, a grievance is generated. Transferring control of a border territory, paying a sum of money, changing a law or religion, joining a war... Even tijd voor een bak koffie op school. Even tijd voor een bak koffie. They'll need to think about their population support. This is a value that will tend to decrease over time because people get fed up with fighting. You can also damage. Dat gaat moeilijk. Hij heeft geen vrienden. Dat gaat moeilijk. In humankind, empire's choices with regards to events and the civics that you choose. Ik heb ook geen vrienden nodig, hoor. Wie? Is hij daarom zo... Cool. Weet je wat ik erom geef? Maar weet je wat ik erom geef? Nee. Ik zeg alleen dat ik er niks om geef. Ach ja, Lidl, onze tijd komt nog wel. Yo, die zijn veel te duur. Snap dat dan? Ja, eindelijk Sega, hè? Oh, even, dat was Humankind. Godverdomme! Ik werk je troll door Sega. Nou. Breakout star of last month's PlayStation State of Play. To tell us more about the limb snapping. Ja, dit ziet er op zich wel grappig uit. Maar. Please welcome developers Slowclap. Slowclap. Ja, eindelijk kan ik mijn Bruce Lee tactieken. Pierre. I'm from Slowclap. Hey joh, super vet joh, dan kan je gewoon kung fu doen. Ik ken het wel, maar wie de fuck is het? On the path for revenge,
Kan je Bruce Lee niet? Oh, een van de beste martial arts gastjes die er zijn. Of die er waren. And as you move through these levels, you will have to use every tool at your disposal, whether it's your kung fu skills. Moet je maar eens op internet of op YouTube opzoeken filmpjes daarvan. Survive and prevail in dangerous combat situations. So you may have seen our real trailer in the recent state of play, and today we're excited to share some more information about the game regarding combat. As you progress through the game, you will encounter 5 bosses who are all connected to you and who are basically the assassins of your family. These 5 bosses have been inspired by Kung Fu values and the 5 elements of Chinese mythology. So this is the wood, fire, water, metal and earth. Avatar! As you saw in the trailer, when your character dies, he revives instantly where they fell, and when your character revives, your character will age every time. Kung Fu is means literally mastery through practice, and this is really an important theme of the game because we want players to feel like they've learned Kung Fu as they've played the game and like actually gain this mastery. Sifu is meant to be a challenging game. Ja, de baas groeit, of je wordt ouder als je dood gaat, word je ouder. You can age, of course. And they will be discussing more about what exactly happens when you do have that game over in the coming weeks and months prior to launch. Sifu will be released in 2021 on PlayStation 5, PlayStation 4 and on the Epic Game Store. Hoppa. Ik denk wel dat ik, ja, de vorige wat ze hadden vond ik niet zo geweldig, maar ik denk dat het wel een leuk spelletje is. Als het meer button mashing is dan anders. Sifu hits PC, PlayStation 4 en PlayStation 5 later in 2021. And that brings our spring showcase to an end. I want to see. Dat was het. Oh nee. Whoa, Nicole. Oh, nog eentje. Look, we can't end it there. In true Resident Evil fashion, there's always got to be one final boss. Wacht. You're right. Okay. Wat gaan ze doen? Yeah, I can find one more surprise. Roll the tape. Ah, dit is zo'n geweldig spel wat hierna komt. Echt, heerlijk. Het ziet er bijna hetzelfde als een Pixar film. Zo goed. Echt niet normaal. Dit is zo'n vet spel, hè. Dit is zo geweldig. Dit is zo geweldig, het spel, ongelooflijk. What the fuck? And that definitely wraps up our show.
I want to thank everybody for tuning in and watching. Special thank you to Nicole, and a very, very special thank you to the amazing developers who helped make this happen. You can head over to the Future Game Show page on Steam to add your favorite games from today's show to your wish list. And don't forget to check out GamesRadar.com for all of your news, guides, and features. Mm. I'm Jeff Shine. And I'm Nicole Tompkins. And this... Zou ook eerst deze maand of volgende maand uitkomen, maar dat is ook een delay, maar... Dat spel is echt zo vaag, want dat ziet er goed echt qua, weet je wel, grafisch ziet het er echt uit als een Pixar game, dat is zo vet. En volgens mij zijn de PC-specificaties die ze lieten zien in ieder geval op dit moment al, wat op de store dingen stond, zijn niet zo heel hoog, dus op zich. Maar volgens mij stond op PlayStation 5 en PlayStation 4, hè, dus... Ja. Kan ook zijn als dat ik... Dat ik me een PlayStation 4 ga aanschaffen. Ligt trouwens hoe dat de kwaliteit daar is. En dit is met Unreal gemaakt, dus op zich Unreal games zijn meestal ook wel redelijk goed. Yo. Dat was je dan. Nou, vond je ervan? Ja, joh. Maar echt die... Nou, die Kena, joh, op het laatste, die game, die is gewoon echt... Maar dat was vorig jaar ook al een van de beste games die er op die tentoonstelling waren. Ja, die is gewoon... Er zijn gewoon een aantal games en tegenwoordig heb je heel vaak het probleem van indie games, dat gewoon heel hoog is. Bij de meeste. Dat is gewoon een beetje jammer. En soms zitten er wel van die indie games tussen die wel gaan, maar... De helft van de tijd komt het op en ze zeggen, heel veel mensen zeggen tegenwoordig zo van, ja, indie games, dat is wat eigenlijk vroeger de games waren, dat is nu heel vaak indie games, maar meer dan de helft van die games, net zoals met AAA titles, zal ik maar zeggen, is bijna al, komt altijd op hetzelfde neer, en dat is, ja, ik weet niet, ik vind dat jammer. Maar goed. Nou, dan zou ik nog even mijn gedag zeggen. Thank you guys for watching.